Het is vandaag 17 november 2023. En we zijn in het seniorensteunpunt Douwe Pastorie van de MFH Hart van Hapert. Vandaag gaan we even terug in de tijd. Want er wordt een middag georganiseerd en we zijn op zoek naar mensen die het een en ander kunnen vertellen over Hapert zoals het vroeger was. Welkom iedereen hier op deze Hapertse middag. De Hapertse Hapers gaan hem officieel openen met de onthulling van een heel mooi oud kombord van Hapert. Hier vanmiddag. En ik hoop dat het een geslaagde middag wordt. Jan, jij kunt vast wel wat het een en ander vertellen over dat speciale bord. Dat kan ik zeker, ja. Want dat is een oud bord van de gemeente Hoge Loon. En in vroegere tijd mocht daar niet gevent worden. Hè? En daar bedoelen ze mee dat ze niet meer een groentekar en dergelijke niet langs de deuren mochten gaan en zo. Dus het is een heel oud bord, want in een oorlog hebben ze dat bord daar ook mee gemaakt. En zelfs de kogelgaten van de Duitsers of de Engelsen, daar zit er nog in. Dus het is toch wel een teken dat het een heel oud bord is. En de gemeente Hoge Loon bestond toen de tijd uit drie dorpen. Hè? Gemeente Hoge Loon, Hapert en Kasteren. Hè? Maar door een bepaalde wisseling is er toen eigenlijk een beetje afstand genomen van Hoge Loon. En er werd dan gezegd van nou het gemeentehuis, ach, dat staat wel mooi in Hoge Loon, maar dat zou in Hapert nog beter staan in de buurt van de Kasteelaan. En dat werd toen toch wel gezegd door het gemeentebestuur en de gemeenteraad. Ja, dat vinden wij toch ook wel dat moet kunnen. Carol, hoe is deze dag tot stand gekomen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Eigenlijk door een samenloop van omstandigheden dat je heel veel mensen hoort over vroeger. Hè, vooral de oudere generatie. Jan Thijssen die inderdaad altijd heel enthousiast is over allerlei foto's en oude dingen van Hapert. Ik heb ondertussen ook aardig wat foto's verzameld. Een keertje gesprek gehad met Hugo van der Heemke in de kring. En uiteindelijk heb ik gedacht, van, is het niet leuk om een keer een middag voor mensen te organiseren. Om eigenlijk alle historie van Hapert anders verloren gaat. Dus het is leuk om op de middag te bespreken. En uiteindelijk zeggen we van goh, misschien is het wel leuk als we nog dingen, oude voorwerpen of zo kunnen bewaren die anders weggegooid worden. Als mensen die nou eventueel nog willen inleveren of oude foto's die we nog niet kennen en niet gezien hebben. Ik sta naast Piet Klaassen, teller uit de familie Klaassen van de sigarenfabriek. Maar je kunt vast het een en ander vertellen. Hoe lang heeft de sigarenfabriek bestaan? Dat is een goede vraag. Die is opgericht in 1885. Door mijn grootvader Cornelis Klaassen, Kees. En dat was dus de vader van mijn vader. En klein begonnen. En een goede zaak gedaan inmiddels was. En, wat ik prettig vond vernemen op een gegeven moment was dat mensen er een eer in schepten om op de fabriek te kunnen werken. En dat ze vooral goed betaald werden. En over hoeveel mensen hebben we het dan die in dienst waren? Ongeveer? Ja, over honderden mensen. Honderden? Honderden, ja. In de jaren 30. En klein begonnen natuurlijk, maar op een gegeven moment breidt zich dat uit. Als je weet waar ze verkocht kunnen worden. En als je kwaliteit maakt. Dat is natuurlijk heel belangrijk, hè? Ja, dus niet poeieren, geen HTL erin enzovoorts. En goede tabak. Mijn grootvader die moest in de eind van de voorgaande eeuw, de 19e eeuw dus, te voet naar Eindhoven, was nog geen tram. Daar kon hij de trein pakken. En dan kon hij in Amsterdam op de tabaksbeurs tabak keuren en kopen. En was dezelfde dag terug. En ook weer te voet van Eindhoven naar Hapert terug. Opa is dus gestart met de fabriek. In 1885. In 1885? Ja. En dus in 1985 konden ze dus het 100-jarige bestaan vieren. En werden ze koninklijk. Maar helaas. Ja, iedereen weet dat de bedoeling van tabak is dat het verbrand wordt. Een sigaar of een sigaretten wil ik niet over praten. Daar wilde niemand bij ons trouwens. Maar het gaat dus over sigaren. Dus uiteindelijk de brand erin. Maar de brand in de fabriek, dat is nou niet de bedoeling. Hè? Maar dat gebeurde toch op 27 april 1981. Toevallig, tussen aanhalingstekens,
meer sluittekens dan aanhalingstekens, dat mijn zoon geboren werd. Nou, dus op die dag, en toen gingen omstanders, ik woonde tegenover daar, de sigaarfabriek, maar omstanders vroegen, waarom heb jij zo'n groot vreugdevuur aangericht? En dat was het einde van de fabriek? Dat was het einde van, ja, het fabriek zoals dat in Hapert stond, dan, ja, waar de foto ook bij hoort, de grote foto. Dus, nou, en daarna is men nog korte tijd doorgegaan en heeft nog een tijd in Reuzel gewerkt en daarna nog een korte tijd in Bladel. En wat er daarna gebeurd is, dat weet ik niet. Nee, ik heb daar, ik weet niet hoeveel jaar ik er gewerkt heb. Hè. Ja. Twee molenaars is Hapert Rijk. Vertel, wat doen jullie zoal? Nou ja, wij proberen de molen te promoten. En we zijn bezig om die molen in leven te houden, want als hij niet draait, dan sterft de molen langzaam af. Dus de molen die moet regelmatig draaien, moet regelmatig open. En met name de schoolkinderen willen wij heel enthousiast krijgen, die op bezoek krijgen, om uiteindelijk molenaar te worden. De molen is een monument. Hoe ging dat vroeger in zijn werk? Hoeveel molenaars zijn er geweest? Nou, als we 200 jaar geleden teruggaan, dan stonden er in Nederland 11.000 molens. En op dit moment staan er nog maar 1100. Ja. En die 1100 molens, die zijn bijna allemaal monumenten. En om het monument in stand te houden, moet je zorgen dat hij blijft draaien. En wat wij dan doen, is proberen om ook jongeren daar enthousiast voor te krijgen. Maar heeft Hapert meerdere molens gehad, of is het altijd maar één gebleven? Dus ja, de Hapert was in het verleden Hogeloon CA. En toen was Hogeloon, hoorde de Hogeloon, daar stonden ook twee molens. En die zijn alle twee dus weg. Helaas. Heeft er twee gehad. Bladel heeft ook twee molens gehad. Ja. En Reuzel hebben ze molens gehad. Eigenlijk had elk dorp zijn molen. Jos, ja. Kun jij aan de kijkers uitleggen welke molens we hier allemaal zien staan? Ja. Dit als eerste is de molen zoals we hem in Vessem kennen. En als we de molen in Hapert nemen, dan is het dus zonder deze berg die eronder zit. Dit is de molen uit Bergijk, dat is een standaardmolen. En wat wordt daar gemalen? In deze molens wordt alleen graan gemalen. Dus dit standaardmolen in Bergijk is graan malen. In Vessem wordt ook graan gemalen. En in Hapert, de molen, daar doen wij ook graan malen. En ook mais malen voor veevoer, voor de kippen. Dit is de molen in Oorschot. Dit is een stellingmolen. Daar zien we dat hieronder twee verdiepingen zijn. En hier wordt dus boven gewerkt in de molen. Deze molen staat heel vaak binnen de behuizing. Omdat we dan al twee verdiepingen daaronder hebben. Anders krijgt hij niet genoeg wind om dus te kunnen malen. En dan hebben we ook in Brabant, omdat daar heel veel water ligt. Zoals de Dommel en eventueel de Keersop. Dan zien we dat daar water aangedreven molens zijn. Kijk maar in Valkenswaard. Daar heb je een water aangedreven molen. En daar wordt ook graan gemalen binnen. Dat zijn de type molens die wij hier in Brabant, tenminste in de omgeving van Bladel en Hapert, kennen. Wat was bijvoorbeeld de invloed van de kerk? De kerk is voor mij heilig. En dan praat ik over vroeger natuurlijk. Maar ik ben ook heel katholiek gebleven. Maar het verschil, dat is niet vergelijkbaar met deze tijd. Want wij maakten met de groei van de kinderen ook mee. Zondagsmorgens kwam hij beneden en zei hij, moet ik nou naar de kerk? Ik schrik me rot. Ik denk, wat krijgen we nou? Nu wel. Want ik wist er geen raad mee. Nu wel. Straks na de mis praten we erover en dan gaan we erover. Dus ik heb met mijn man op weg naar de kerk. Hun waren al vooraf.
met mijn man naar de kerk. En dan zeg ik van, hoe doen we, lossen we dat straks op? Want hè, niemand, hele Orion gaat niemand naar de kerk. Alleen wij. En boos als die was. Dus ik denk, zaterdagavond een beetje laat te bed geweest. Maar goed, op dat moment was het voorbij. Wij gingen naar de kerk. We hebben gebeden gewoon, lieve Heer, geef ons de juiste woorden in de mond om dat op te lossen. En we zijn thuisgekomen. Nou, hoe doen we dat nou? Hè? Vind ik het nou zo verschrikkelijk? Ja, moeder, ik weet niet wat ik in de kerk moet halen. Al wat de bestoor zegt, dat zegt mij helemaal niks. Hè? Hoe zullen we dat nou doen? Pap, hoe zullen we dat nou doen? Als we nou eens beginnen met alleen één keer in de maand als het mediumkoor zingt. Nou, dat was goed afgesproken. De oudste ook en de tweede ook. En de derde en de vierde waren allebei missionair. En die zeiden van, ja, hé, maar dat willen wij ook wel. Ze zeiden, nou, wij spreken nou af één keer in de maand. En missionair zijn, dat bespreek jij zelf met de pastoor, hoe dat doet. Maar ze zijn tot de 25 jaar missionair gebleven. Dus ja, die tijd van vroeger, die is gewoon ondenkbaar. Die is niet meer denkbaar in deze tijd. Maar kunt u nog een groot verschil? Want u had het net over wel of niet samen slapen, samen wakker liggen voor het huwelijk. Ja, ik heb natuurlijk 4 kinderen rond de 20 in mijn omgeving wonen. En dan hebben we het wel eens over vroeger en over nu. En dan zeggen ze van, echt waar oma? Ben je met opa Theo nog nooit naar bed geweest? Nee, nee, nog nooit. Dat zou ik ook niet durven of niet doen, want dat mocht niet. En wij luisterden gewoon. Ja, dat kun je niet meer vergelijken. Want onze jeugd, die zit in een hele andere sfeer. Ze doen het goed. Ik mag nergens over klagen. Ik vertrouw helemaal op mijn eigen kinderen. Dat ze het net zo goed doen als wij op hun manier. En daar moet ik tevreden mee zijn. Ik ben een heel gelukkige vrouw van 88. Hè, en ik ben tevreden met de tijd en ik leef ook zoals ik zelf, ja, voor mijn eigen nodig heb. Ik bid nog en ik wil iedere week nog naar de kerk. Alleen om te bidden voor uw kinderen en kleinkinderen dat ze toch goed terecht gekomen. Want wij zijn heel goed terecht. Dat wil iedere moeder of grootmoeder, hè? Dat denk ik ook, ja. Ik sta hier bij iemand die zeer geïnteresseerd is in Hapert, hoe het vroeger was. Kun je er iets meer over vertellen? Ja, moet ik zeggen, ik kan er weinig van herinneren meer. Hoe het precies was hier. Nou, het hoeft niet precies, maar ongeveer. Leuke. Ja, het was een Hollander dorp. Het was gewoon nog geen weg. Het was een zandpad, ons in de straat. Dus, Zoals ik daar op de foto zie van de provinciale weg. Dat weet ik niet meer. Want zover moet ik nooit komen. Maar ik weet wel dat de Lindenstraat die nog niet bestraat was. Die was nog niet bestraat? Nee, toen niet. Deze meneer weet iets te vertellen over Hapert zoals het vroeger was. Ja, over de oudere vrouw, Liske van de Mierde. Die had zelf geiten. En elk jaar ging ze met een geit naar de bok in Blato. Naar Filo. En dan was je op een gegeven moment was ze bezig. Toen kwam de politie langs. Zei de politie tegen Filo. Filo, weet je wel dat het achter moet gebeuren? Dat weet Bok eigenlijk ook wel, meneer, zei hij. Ik heb mijn arm gebroken. En dat was op mijn verjaardag 14 september. Hoe was ik? 44, hè? En toen ben ik naar het ziekenhuis moeten. En toen ben ik in het ziekenhuis gebleven. Met zijn vader achter op de fiets. Naar het ziekenhuis. In Eindhoven. Toen moest ik in het ziekenhuis blijven. En toen ben ik naar de rand. Toen hebben ze Eindhoven. Ik ben woensdag in het ziekenhuis. Of donderdag in het ziekenhuis gekomen. Vrijdag of zaterdag, weet ik niet precies. Maar hebben ze Eindhoven gebombardeerd. Aan de garage aan de linkerkant. En het ziekenhuis, binnenziekenhuis aan de rechterkant. Of andersom, dat weet ik niet precies. Toen ben ik door een broeder opgepakt. En die hebben me onder naar de kelder gebracht. En s'nachts om 3 uur werd ik wakker gemaakt. En er zat een zuster, schreeuwend voor mij. En die vroeg dat kieten. Zeg Jan Snelders. Ik heb nog nooit in mijn leven zo'n stevige knuffel gekregen. Toen ze me teruggevonden. Ze meende dat ik door de ramen eruit gesprongen was. En dat ik op de straat opgelopen was. Okay. Want ze waren me kwijt. En vandaar dat je het nog kunt navertellen nu. Ja. Het idee van een straatproject. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Dat woord stratenproject is een soort werktitel. Wat we willen doen is, we willen van alle woningen in Hapert
die er stonden tussen 1945 en 1965, die willen we in beeld krijgen. Dit is een kaart uit 1960. Hier staan alle huizen op die er op dat moment waren. En we willen eigenlijk, is nogal een ambitieus streven, maar goed, we proberen het. Om van al die huizen in beeld te krijgen wie er woonde en hoe het leven was in die straten vroeger. En dat doen we aan de hand van interviews. We proberen mensen te vinden die daar hebben gewoond. Oorspronkelijke bewoners ofwel hun nazaten en die interviewen. En aan de hand van die interviews willen we een soort beeld krijgen van het leven in Hapert tussen 1945 en 1965. Ik zie hier nou een heleboel attributen liggen, staan. Kunnen jullie iets vertellen? Wat is nou typisch Haperts zoals het vroeger was? Nou, typisch is, Hapert is natuurlijk altijd een boerendorp geweest. En typisch is wat je daar ziet liggen, de boeken van de koeien die de Haperse boeren thuis hadden. En al die koeien hadden verschillende tekeningen op hun lijf. En er werd allemaal koe per koe werd dat getekend. En er werd van iedere koe ook bijgehouden hoeveel melk ze gaven, hoeveel vetgehalte. Nou, en dat is typisch iets voor Hapert. Maar dat gebeurde natuurlijk in andere plaatsen ook. Maar wij hebben hier boeken van Hapert liggen. En wat doet deze heilige hier? Nou, dat is de heilige Severinus. Hè. Die kennen we in Hapert allemaal wel. We hebben in Hapert ook Donatus. Dat is de beschermheilige van de donder, van de bliksem. Wat ik ervan kan vertellen is dat Donatus, dat waren krijgers vroeger. En die zijn, zoals ik het heb gehoord, dan achter de tramhalte getroffen door de bliksem. En daardoor is de beschermheilige in Haap gekomen als bescherming voor de bliksem. Dat is wat ik, en ter aanvulling kan hij nog vertellen. Er is nog een ander verhaal. Ja. Er zijn namelijk twee kinderen van de familie Klaassen door de bliksem getroffen. En ik weet het, ja. En die kinderen, daardoor, die zijn overleden. En daarom is Donatus als beschermheilige van Hapert. En dit beeldje is gemaakt naar aanleiding van het 800-jarig bestaan van de gemeente Hoogloon, CA, waar Hapert onderdeel van was. Marije, een van de Hapertse hofdames. Kun jij vertellen hoe je erbij gekomen bent om de skyline van Hapert te ontwerpen? Ja, dat kan ik zeker. Ik zal hem even pakken. Toen wij de winkel openden in Hapert, wilden we eigenlijk als een soort grapje wilden we doen alsof we een soort New York waren. Of Parijs. En hebben een skyline gemaakt van ons dorp. En die hebben we gemaakt voor op truien en op mokken en op magneten. Maar meer als een knipoog naar die grote winkels in grote steden die dat allemaal verkopen. En omdat we die van Hapert hebben gemaakt, en dat verkocht echt heel goed, maar toen kwamen er ook mensen uit Kasteren, uit Netersel en uit Oorschot om te vragen, kunnen jullie die ook voor ons maken? Dus uiteindelijk hebben wij niet alleen de skyline van Hapert, maar hebben wij, ik denk, wel bijna 30 skylines van alle dorpen in de Kempen. Die dus gebruikt kunnen worden voor op een trui, voor op een mok, voor een metalen skyline. En daar zijn we wereldberoemd mee aan het worden. In de Kempen en omstreken. Inderdaad. Jan Thijssen gaat aan de hand van oude foto's het een en ander vertellen over Hapert zoals het vroeger was. Hier, ik ben echt in het kerkdorp Hapert. Hè? En dat is gemeente Hoogloon. Onze trouwe vriend, de Haperse Gaper. Hè? Dat is de man die Vulzie Wennig zegt en er zijn ervan denkt. Hè? En die staat hier heel prompt op de markt. En die staat hier al van 1983 af, staat hij daar de zaak in de gaten te houden. Dan hebben we de klokkenstoel van Hapert. Hè? En je ziet het, er hangen twee mooie klokken in. En die zijn in 1963 zijn die hier boven in die torentjes gehangen. En dat is wel de Donatus en de Severinus. En de ene die weegt 300 kilo en de andere die weegt 100 kilo. Of dat dan gewicht lag van de heilige, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de grootste, die hangt beneden. En dit ook. Dat is samen in geheel de pastorie en de kerk. En daarachter zie je nog de school. En door net voor moet het nog het klooster staan. Maar daar komen we straks nog wel tegen. En hier zie je het gebouw van Eureka. Hè? Het oude klooster.
door onze zusterkes. En er waren er toentertijd een 30 die daar gehuisvest waren. En aan de linkerkant, daar had je vroeger dokter Sneers nog zijn spreekuurke. Maar die zusterkes, die kwamen elke zondag met een 30 mooi in processie bij ons naar de kerk. Naar die eerste twee bankjes, die waren dan voor hun. Hè. En hier het oude huis van Jan Rijntjes, dat was vroeger onze timmerman. En ik zie hier achter mij wel enkele seniortjes, die zeggen van ja, dat weet ik nog wel, want Mr. Bos, die deed toen de tijd de eerste klas. Daar kreeg ik daar nog een veeg vanuit de pan. Je moest rechts schrijven, terwijl je op veel mensen links wou schrijven. En dan, ja, ik durf het eigenlijk hard niet te zeggen, maar hier woonden Jan Plasmans en Kees Plasmans. Maar Kees, die had vier, ja, heel knappe dochters. Ja. Maar die waren onderhand, ja, de puberteit was deur. En die woonden onderhand wel eens iemand. Hebben we zo, hè. En dan kwamen ze daar wel eens ooit bij de oude Kees op bezoek. En dan zit hij van, ja, wat kon ik hier doen? Ja, ja, ik zou eigenlijk wel met een van die dames van jou, of die dochters, zou ik wel mee willen gaan vrijen of zo. Hè, hè? Nee, nee, zei Kees. Je mag alles zien, maar je moet wel bovenaan beginnen. Oh. Hey, chef Cox. Maar als ik het hier gewoon moet vertellen, dan zeiden jullie allemaal, nee, daar woont de chef Cox niet. Er woont de chef Mortelpees. Oh ja, 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 dat klopt, chef Mortelpees. Maar hoe komt hij dan aan zijn naam? Nou, dat is nog eens gauw gezet. Want chef, die had een karke. En daar had hij wat stenen op liggen en wat cement en wat zand en zo. En daar maakte hij dan mortel van. Voor hier en daar wat onderhoud te plegen aan bepaalde huizen die er om gevraagd hadden. Maar. En het chef stond al klaar. En die gaf hem een verdovingsklap. Als ik het zo maar de beste uitleg, denk ik. Hè. En dan ging de varken liggen. En dan mocht hij wel dat iemand gauw een beetje bloedworst kon maken. En dan waren wij van de school, want wij hoorden hem altijd kraaien. En dan zeiden we, hé, er wordt weer een varken geslacht. Daar moeten we heen. En waarom? Ja, we moeten de blaas hebben. Want over de maand is het vastenavond. En dan moeten we kunnen foeperen. Hè. Ja, ja, dat is waar. Maar chef, die was toch wel een beetje gehaaid. En dan zit hij altijd tegen die kinderen die stonden te kijken. Zo van, nou, wie moet de blaas? Ja, ik. Want een verke heeft maar één blaas. Dus Inne, die mag de blaas hebben. Maar hij krijgt hem niet voor niks. Deze is ons oude kerkenpadje. Vroeger toen, ja. En hier zijn er verschillende binnen. Die vroeger hier naar school hebben gegaan. En die moesten vanuit, ja, Kastensdijk, het Kerkenend en noem maar op, hier overal, moest je over deze kerkenpadje, moesten wij zo naar de school. Ja, dankjewel. En dan ging dat erachter hier voor de Jonke Sporen en dan naar de Brekelmans. En aan de achterkant woonden de dames Plasmans en kwam zo bij de school uit, hè? Ja. En dan, ja, deze stukje Kerkstraat, hè? Dus, ja, je ziet het wel allemaal gesloopt hier. Mol is weg en die vier... huisjes door langs zijn weg en daarachter woonde Graart Cox. Die had toen de tijd nog een sigarenfabriekje aan de Voort en dan weer door de Verdonschot wonen. Hè. En dan gaan we nog een stukje verder en dan zie je hier kapper Molle Sjaak, die bijvoorbeeld vroeger nog knipte met de hand en zo. En als we dan ooit een uitvaart was van de kerk naar de kerkhof, dan is Sjaak alweer te zeggen van ja, die die gaan ze nou begraven. Want hij was ook kapper, dus hij kon zo buiten. Vanuit de raam kon je zien wie dat er mee in passage meeging. Hier links had het oude huis van Boerke Verleeuwen, zeggen we vroeger altijd. Hè. Dokters Verleeuwen. En dan hier op de hoek hadden chef Vervest. En er tegenover, daar hadden dan de familie van de Ven. En door weer voor, daar hadden dan vroeger de pastorie. Oude jongenschool, hè. Ja, ik ken de meeste jongens van ons allemaal nog wel, hè. Hier, dan Mr. Sterken en Mr. Bos, Mr. Mori, Mr. Put.
En die hebben er allemaal les gegeven. Hè? En nu is het goed anders geworden. En nou, hier kreeg je het oude belhuisje. Dat was vroeger. Vroeger was er een pastorie. En als ik langs die kant kijk, dan zie ik daar de heer Hermans zitten. En die heeft daar ook nog ooit gewoond. En die twee beukenbomen, nou, het is jammer dat ze zo niet gebleven zijn. Want op de dag van vandaag, we hebben ze zo en zo hard nodig, hè, die bomen. Hè. Want elke boom die daar staat, en die zijn dan 100 jaar, die kunnen meer dan 120.000 koolzuurgas omzetten in zuurstof. Wat we op de dag van vandaag allemaal zo hard nodig hebben. Hè. Hier nog een keer die twee huizen van Verleeuwen en van... die ook allebei weg zijn. Dus de Kerkstraat is helemaal veranderd. Hè. En dan komen we hier bij het kerkenpadje. En daar woonde vroeger Toon Geerts. Dat was de kerkmeester. En hij boerde daar met zijn touw. En die hebben daar heel lang samen gewoond. Maar ook dat huis dat moest verdwijnen. Maar dat vonden ze op zich toch wel een beetje jammer. Want Toon die boerde daar schoon. En als je dan zo'n binnenkant ziet van zo'n boerderij. En als je dan smergens was wezen melken, hier aan de overkant achter de vlieger, dan kwam hij thuis en dan zette hij zijn fiets tegen de regenput aan. En dan vindt hij zijn kip, die hier was wezen melken in de waai, die zit niet daar neer. En je ziet het ook wel, dan werd die een handdoek van die kip afgedaan. En die moet dan een keer door het water gehaald. En dan werd hij hiervoor op de blijk geleed. Hè? Dat was door zo'n klein grasveldje, zeg maar. Provinciale weg. Want het huis daar zal jullie de meeste wel een beetje kennen, denk ik. Het huis van Jantje Norts. En Jantje Norts die is al altijd, die is eerst leermeester geweest bij Van der Put in de Nieuwstraat. Daar hadden een andere smet wonen. Maar Jantje die ging ook voor zijn eigen beginnen en hij was eigenlijk zo'n beetje de hoefsmid van Harbert geworden. Want hij moest altijd heel die perd en alles beslagen. En je ziet het wel, hè? Hij smeet het ijzer als het heet is. Maar als die paard ooit niet wil luisteren, als je ze buiten aan het beslagen was, dan was er altijd wel eens een keer homeless. Want Pastoor van Kampen die kwam daar een paar dagen van tevoren, kwam hij daar wonen op zijn pastorie. En die hoorde Jantje daar bezig met die paard van God, oh la 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 la. En de pastoor die hier is, hè. En hij zei, zo meneer Aarts, bent u de man die de paard beslaat? Ja, dat ben ik. Oh, zei de pastoor, maar kan dat dan niet een beetje op een andere manier en een beetje christelijker? Want ik gebruik zo'n rare Chinese talen. Je kunt zien dat hij draait, want Nel, die de wassen erop hangen en die weet, als onze Willem aan het molen is, dan moet ik zien dat ik mijn was naar buiten wil, want dan waai het. Dat was goed met elkaar afgesproken. Ja, die meulen die hebben ze toen de tijd in de jaren 60 met een Willeke en Nel, die daar gewoond hebben, die hebben dat huis toen, die meulen verkocht aan de gemeente. Als voor die mensen die weer veilig thuis gekomen waren, en er waren er ook twee bij, die hadden het niet overleefd, en toen hadden ze gezegd, weet je wat we doen als dorpelingen? Wij zullen een kapelletje zetten op de Ganzenstraat voor die mensen die zo veilig zijn teruggekomen. En toen had de familie Worm, die had toen dit stukje grond beschikbaar gesteld. En er zijn verschillende aannemers, ik kan ze niet allemaal noemen, want dan doe ik misschien de ene of de andere. Hier woonden de fruitjes, zo hopper. Hè? Maar dan kwamen die boeren. Of ja, agrariërs, die kwamen bij de kerk en ja, die sigaar die was nog zo'n stuk over. Hè. En dan linden ze die achter in de kerk, bij de doopvond, daar hadden ze zo'n hek staan, en dan konden ze dan in die mik, konden ze dan die sigaar neerleggen. En iedereen die wist nou eigenlijk wel van heel die buitenstanders die daar een sigaar bij hadden, en die linden ze dan door neer. En als dan de mis begon, dan was zorgde wel, en die fruitslager daar ook in de buurt was. En dan zegt hij, ga je zo aan de kerkdeur en dan luistert hij zo. Oh, ja, de pastoor binnen. Die begonnen aan zijn wonderpreken.
En dan zit hij, denk dan, Progianen, hier moet meer in de school komen, hier moet meer dat gebeuren, en jullie moeten meer naar de kerk komen, en je moet dit. Ja. En toen nog die vruchtjes lopen, nou zitten ze zo aandachtig naar de bestuur te luisteren, nou moet ik gauw zorgen dat ik mijn vruchtjes bij elkaar heb. En hij met die vruchtjes, binnen aan de pan. En dan denk je, ja, zou dat door eens dichtst kunnen zijn van de hond, van de schoolbuinen? Met een hondje. Nee, dat kan ik niet geweest zijn. Haha, en onzovoort, die komt me ook wel naar de nou, hè? Ook op fiets, maar die hoeft niet te plassen. Maar als jullie zeggen van nou, wij willen wel een keer een avond meer tijd aan besteden, dan doen we dat een keer, hè? En dan doen we dat op de andere middag. Want ik ben al ongeveer half weg. Aan het eind van deze middag in Douwe Pastorie kijken we terug op een zeer geslaagde middag over Hapert zoals het vroeger was. De organisatie mag tevreden zijn, want er zijn zeker 100 mensen geweest. Ieder met zijn eigen verhaal. En daar hebben we allemaal van genoten.